Yo mensen, bij een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Ditmaal is het een spelletje dat een beetje lijkt op Fortnite en PUBG. Het is gewoon wapens verzamelen en kogels in het achterhoefje krijgen. Zo'n spelletje is het gewoon. Een Battle Royale game. En ik ben er gelijk een potje gestart. Dus ja, kijk lekker mee zou ik zeggen. Nog 4 seconden, 3, 2... 1 en het potje is begonnen. Ik heb al een heel zo'n potje gespeeld. Ik ben echt niet goed in de game. Ik heb maar 1 win. En voor de rest heb ik alleen maar verliezen. Dus ja, hopelijk dit potje maar win. Of in de top 10 komen is ook een leuk iets. Snel, pak de gun. Wacht, ik probeer deze man hier te killen. Oké, hij heeft een sniper. Hij heeft niet zo al te goed wapen hier. En hij heeft de shield opgepakt. Kom op, pak, pak. Ja, lekker, lekker. Ik heb hem. Deze man ook even. Kut. Oké, wacht. Ik moet hem doodslaan. En we hebben hem doodgeslagen. En ik... Win alsnog. Ook al pakt hij een gun op. Ja, zo makkelijk kan de game soms worden. Ik heb al... ik heb nu al 2 kills. Dus het gaat er best lekker. Ik ben als het goed is level 6 of 7. Ik weet niet. Niet al te hoog. Want 50 is als het goed is het hoogst. Ik weet niet. Zo, deze man gaat er ook even aan. Of deze vrouw moet ik eigenlijk zeggen. Maar ja, misschien speelt een man dit wel. Jij, je weet niet. Jezus, sprakelijk. Je weet niet. Kut. Kut. Ik had hem net niet op tijd opgepakt. Ik had hem ook kunnen hebben als ik genoeg health had gehad. Ja. Ach ja, 3 kills, 5 XP. Is niks, maar ja. Oké, nou. Kunnen we gelijk... Hoeveel minuten? Ah, 2 minuten, oké. Kunnen we gelijk verder met een nieuw potje. Potje. Ik hoop dat ik mijn audio wel heb aanstaan. Anders moet ik de video uploaden terwijl ik weer niet praat. Dat heb ik heel vaak gehad. Dat ik gewoon niet weet hoe ik mijn audio fix. Maar ja. En als het goed is horen jullie me ook niet al te best. Want ik gebruik nu mijn bluetooth koptelefoon om dit spel te kunnen spelen. Ik kan hem ook uitzetten. Maar dit is even een testvideo van hoe het loopt en alles. Dus... Ja, nou, ik hoop dat dit dan wat chiller potje wordt. Want dat was wel een heel snel potje, die vorige. Hier een shotty. Nee, dat is mijn shotty. Dat is mijn. Kijk, als je in die bosjes gaat lopen, ben je ook onzichtbaar. Tenzij je rondloopt, dan zie je jezelf lopen. Maar niet altijd. Deze man heeft wat kogels opgepakt, meer niet. Nou, dat is dus niet zo'n probleem, want ik heb hem al een paar keer geraakt. Hij moet wel rennen, anders ja, win ik. Maar ja, nu is het maar in de hoop, oh wacht, ik pak hem wel, want hij is nu toch zo dichtbij en hij is nu al toch al lekker geraakt. Kut, ja, ik moet hem nu wel doodslaan. Oh, en we hebben hem ook nog. Oké, ik kan voor de airdrop gaan, maar nee, is niet nodig. Want we vinden er zo meteen wel een, want meestal win je een pop... potje met of een bezoeker of een minigun en anders ja gewoon met zo'n wapen die ik nu heb. Maar met een sniper lukt het denk ik niet. Ik misschien, als je echt net zo goed bent als Ninja in Fortnite, dan moet het waarschijnlijk wel lukken. Maar ja, zo goed ben ik niet, dus ja. Oké. Nu ga ik wel voor de airdrop, want nu heb ik wel de wapens en de helft en alles. En de shield, dus ja, nu ga ik er wel voor. Deze man heb ik zo te pakken, denk ik. Kom op. Ja, hier. Oké, kut. Hier is nog iemand. Ik moet zo wegwezen. Ja, hij heeft me. Nee, niet? Fucking chill. Dat bleek dat ik dus nog leef. Oh, shit. Ja, bosje in. Kut, hij heeft me. Ja, waarschijnlijk weer fucking 5 XP. Omdat ik gewoon... Ja, dacht ik. Je moet wel in de top 10 komen, anders ja, krijg je niet meer XP. En als je een potje wint, krijg je 50 XP. Niet al te veel dus. Maar toch, het is een lekker aantal. Want ja,
Dus nou gaat het niet. En kijk, 50 is ongeveer het hoogste. En ik hoop dat ik binnenkort die Battle Pass kan halen. Maar dat duurt nog wel even. Maar ja. Ik heb altijd mijn standaard plekje, dat doe ik altijd hier. Waar nu dat punt staat. Want ja, je kan daar gewoon lekker wapens pakken en dingen en zo. Dus dan drop ik mezelf het liefst daar. Het is niet altijd het handigste plekje, maar ja, boeien. Oké, er liggen nu alleen nog maar healing pads en een shotty, maar ja. Het is beter dan niks. Hier, pap, 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 pap. Dit is bijna dood zeker, maar... Hey, ik heb hem alsnog. Dit was gewoon even een YOLO-actie. Ja, zie je. Het was gewoon even geinig. Nu ga ik wel serieus spelen. Ik had gewoon moeten wegrennen of een beetje moeten zigzaggen, maar ja. Let niet op de geluiden beneden. Ik weet niet of jullie dat horen, maar ja, misschien wel. Misschien niet. Het is trouwens een telefoongame, dus ja, het is, iedereen kan het spelen, het is gratis. Het is een beetje net als echt Fortnite, gratis en skeer. Ik denk dat heel veel mensen daar niet mee eens is, maar fuck Fortnite. Maar toch speel ik het, want ja. Waarom niet? Oh shit, 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 shit. Oké, ik ben nu al te veel helft kwijt. Ja, nee, potjes denk ik al voorbij voor mij. Ja, zie je, dat was... Oké, nou ja. Hoeveel XP? Weer 5, ja, dacht ik al. Oh jezus. Nou ja, in ieder geval, het gaat. Het eerste potje moet dat heel vaak gespeeld hebben. En dan zie je dat het eigenlijk wel goed gaat. Ik dacht gewoon even een random video opnemen. Want ja, jezus, mijn boe. Want waarom niet? Voor mij, voor jullie is waarschijnlijk de school al begonnen. Voor mij nog niet. Ik moet pas donderdag heb ik IOP en vrijdag moet ik als het goed echt beginnen. Ik weet niet of jullie dat interesseert. Maar ja, misschien was het even geinig om te zeggen. Misschien. Maar ja. Oh jezus, maar ja. Even kijken, ligt er wat leuks? Ja, er ligt zeker wat leuks. Ammunition en een mooie AR. Nou, hij zag dat ik eerder neer kwam, dus ja. Kut, hij pakt zoiets. Wacht. Hier, doei. Ik kan nu snel, snel, snel. Ik kan er niet voor gaan, want daar is al iemand. En die gaat me dan sowieso killen. Dus ik moet even snel ergens anders een healing pad vinden. Of zo'n healing kit. Ja, mooi, een kleintje. Kleintje kan ook. Nou, pak, 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 pak. Hij heeft een schild, ik moet snel wegwezen hebben, want hij heeft een schild. Kut, 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 kut. Ga lekker voor die andere persoon, klootzak. Als jullie kunnen horen, ik heb ook een hele schorre stem. Ik heb even niet zoveel gedronken vandaag. Dus ik ga zo meteen even lekker drinken. En deze video even uploaden. Guy met shorty. Nah, denk ik niet. Ik heb zo'n healing ding nodig. Die, maar die is nu. Ik dacht, hij heeft een sniper. Die krijg ik wel. Nee, niet. Oh, daar lag zo'n grote. Nee. Kut. Hoeveel minuten zijn we al bezig? Al 8. Ja, we kunnen nog wel even doorgaan, denk ik. Waarschijnlijk ga ik ook weer PUBG uploaden als jullie dat leuk lijkt. Maar ja, ik weet niet zeker. En Ancestors Legend ga ik ook binnenkort op mijn kanaal uploaden. Misschien vandaag. Ik weet nog niet zeker. Maar waarschijnlijk wel. Ik dacht echt gisteren dat ik naar school moest. Maar blijkbaar had ik dus nog een paar dagen. Dus ja. Oeh, lekker AR. Oké, die hebben we. Nu moet ik een paar shields zien te vinden. En wat kogels. En dan kan ik gewoon... Ja, hier. Oh. Kogels en een shield. Hoeveel kogels zijn het ongeveer? 66, lekker.
Hij heeft ook een shield. Kut. Dit kan ik niet winnen, denk ik. Ofwel wel, misschien. Nee, niet. Hoeveel valt die guy over? Ja, ik had hem ook bijna. Shit, man. Beetje lag was er, nou ja. Boeien. Nog één level en dan krijg ik 25 speedbugs. Heet het toch? Als het goed is wel. Ik heb 125. Hoeveel kan ik erbij kopen? 6 euro en dan heb ik 500 feedbacks. Oké. Sure, want zo'n Battle Pass is 5,90 euro, toch? Ja. Ik dacht 25. Oh nee, die heb ik al. 25, 50. 175. Jezus, 100 voor jou. Bijna mijn telefoon heb, maar dat is maar 300 feedbugs. Ja. Hoe moet je nou aan die 109, 590 komen als het 300 is? Moet ik dan wachten op een of ander iets of. Hoe zit dat? Ja, hier is wel goed. Nou, ik ga gewoon lekker potje spelen tot ik level 50 ben. En als ik nog steeds niet genoeg heb voor feedbugs staan dan. Of een battle pass dan. Ja, boeien. Kutke, ja. Door twee mensen elkaar getrapt. Ja, dan ga je wat doodje. Ja. Nu gaan ze elkaar moorden. Dit was een vreselijk begin. Ja, maar. Leg mij eens uit, hoe krijg je dan die battle pass? Als je er niet genoeg feedbugs zometeen voor hebt. Hoe krijg je dan genoeg feedbugs? Nou ja. We beginnen gewoon lekker weer op het standaard plekje. Lekker AR. En een shield. Lekker. Shoot. Ja, ik. Fuck jou. Kijk, ik moet stil blijven staan. Kijk, lekker, die zijn met elkaar aan het belagen nu. Pak ik snel deze. Oké, en de munitie. Dat schild daar hoor, is waarschijnlijk al gepakt door die ene met die shotty. Maar ik heb hier een groot shield. Lekker. Dank u wel. Dan heb ik dus wat een beter shield dan hij. Misschien dat ik hem zo meteen kan belagen, maar ik denk het niet. Ik denk dat ik nog even moet wachten. Ik moet gewoon even iemand belagen met slechte wapens, zodat ik zijn shield uiteindelijk kan pakken als hij het dropt in ieder geval. Misschien. Ah, ik heb wel lekker 104 kogels. Oh shit, deze man is koud dichtbij. Oh, ik heb geluk. En ik heb nog koude hoeveel kogels. Oh, deze man heeft geen wapen. Lekker. Maar die wel. En nu weg. Oké, wacht. Ik zie hier de airdrop. Oké, nee, shit. Die man heeft hem al. Misschien heeft hij nu een bezoek aan van een minigun. Shit. Ach ja, alsnog kan iemand met een minigun makkelijk aan. Het is gewoon, je moet geluk hebben. Lekker. Ammunition. En een healing kit. Ja, lekker. Een grote healing kit. Kut, hij heeft iets wat ik niet heb. En dat is niet fijn. Oh, maar toch belaag ik hem. Oh ja, lekker. Dankjewel. Oké, dus de rode circle komt eraan. Ik ga snel even in de circle. Oké, wacht, ik probeer hem wel even te pakken. Oh, hij is al gepakt. Lekker. Lekker, pak hem achter, pak hem van achter. Lekker, hier ben ik weg. Ik heb nog vijf mensen levend. En ik zie heel dichtbij een airdrop, die nu voor mij gaat worden. Oeh, en een minigun. Ja, die minigun wordt sowieso voor mij. Hier, kill. Lekker. Oh. Snap ik. Pak.
Oké, ik heb nu die minigun. Hij is niet al te goed, maar hij is handig om te hebben, dus. Hij is gewoon snel, dus ja. Ik hou van snelle wapens, deur. Niet mij killen, niet mij killen, want ik ga jou eerder killen. Oh, hij is de laatste persoon, als ik hem kill. Oeh, lekker, die rode lijn komt naar hem toe. Pak maar die extra kogeltjes, jongen. En we hebben het potje gewonnen. En we hebben het potje gewonnen. Nou jongens, dit was de aflevering voor vandaag. Potjes winnen in dit spel is niet al te lastig. Want het zijn meestal maar 26 mensen die je moet killen. Dus ja, dit was wel een lekker potje. Later mensen.